gefeliciteerd met de winst van de Future Cup afgelopen weekend. Wat vind je van de teamprestatie en je persoonlijke prestatie? Nou, natuurlijk van het team is het heel mooi dat we dit toernooi hebben gewonnen. Ik denk dat het zijn aardige teams die mee hebben gedaan. En dat we dan als Ajax zijn dit toernooi hebben gewonnen, dan is dat natuurlijk mooi. Ben je tevreden terugkijken op je eigen prestatie? Op mijn eigen prestatie niet. Ik denk dat ik niet echt heb laten zien wie ik ben en hoe ik kan voetballen. Dus voor mij was het voor mezelf niet zo'n heel goed toernooi. Maar die komen vast wel weer. En je hebt dit seizoen meegedaan aan de Youth Champions League met A1. Hoe was dat toernooi? Ja, de sfeer en zo, dat is natuurlijk geweldig daar. En om daar wat van te proeven is natuurlijk echt mooi. En een beetje ervaring heb ik opgedaan en ook gezien hoe ze in het buitenland eigenlijk voetballen. En ze zijn heel sterk, fysiek, snel. Dus ja, daar moet je tegen verdedigen eigenlijk. En dat ging wel lekker eigenlijk. Wat voor type spits ben je? Ik denk een spits die makkelijk goals kan scoren. Die er altijd voor gaat en bezig is met zijn team. En spits die graag de bal in de diepte wil hebben. En dat hij dan kan laten zien wat hij kan. Heb je een idool op jouw positie? Ja, ik heb er twee eigenlijk. Ik heb Van Persie is natuurlijk een groot idool voor mij. En Ibrahimovic. Dus twee wel andere type spitsen. Maar toch wel natuurlijk... unieke mensen en met hun kwaliteit, wat zij doen, ben ik zeer van gecharmeerd. En wanneer denk je debuut te kunnen maken? Ik heb natuurlijk ook doelen gesteld en ik wil, voor mijn doel is dat ik over 2 jaar af en toe mag meetrainen met het eerste en misschien ooit eens een keer een debuut mag maken. Ja, dat is over 2 jaar, maar daar wil ik nog niet zo snel over nadenken. Ik moet nu eerst zelf verbeteren en ontwikkelen en belangrijk zijn ook voor mijn eigen team en dan komt dat pas. Hoe vaak ben je in Indonesië geweest en wat heb je allemaal, welke steden, welke gebieden heb je bezocht? Ik ben er 3 keer geweest en ik ben vooral in Jakarta geweest, maar ook Bali, Bangka, Manado. Dus ik ben er niet 3 keer geweest, maar we gaan de eerste keer hadden we echt een rondreis door heel Java eigenlijk. Dus dan kom je sowieso op veel plekken en de tweede keer waren we gewoon alleen in Bali eigenlijk. En de derde keer was ik in Jakarta, Manado, en daar was ik eigenlijk. En welk gebied of welk deel heeft het meeste indruk op je gemaakt? Ik denk toch Jakarta, want daar zit ook het weeshuis van de tante van mijn vader. En dat ik daar voetbalklinks mocht geven was geweldig natuurlijk. Als je de kinderen ziet, hoe blij ze ermee waren. Ja, dat heeft natuurlijk heel veel impact op me gehad. En ook gewoon Jakarta zelf, de stad. Het is zo druk natuurlijk daar. Er wonen volgens mij 11 of 12 miljoen mensen. Ja, dus bijna heel Nederland. En zoveel drukte. Ja, is geweldig. Toen ik had verteld aan Ajax Foundation dat wij naar Indonesië gingen. En dat we daar voetbalklinks gingen geven. Toen zei de Ajax Foundation, dan willen wij graag voor jullie voetbalshirts meegeven van Ajax. Nou, die hebben we eigenlijk allemaal meegenomen naar Indonesië. En toen hebben we ze uitgedeeld aan alle weeskinderen. Dus die waren natuurlijk helemaal geweldig. En die hadden een beetje een Ajax gevoel. En dat was mijn... Dat was ook de reden dat ik daar naartoe ging, om de jongens en de meisjes zoveel mogelijk blij te maken. En dat ze een beetje iets van Ajax konden proeven. Ja. Nu gaat het eerste daar naartoe en ik denk dat het heel veel impact gaat opbrengen bij de supporters daar. En dat het heel erg massaal gaat worden. Ga jij mee met het eerste? Nee, jammer genoeg kan ik niet mee. Ik heb eindexamens volgende maand, dus dat ging voor. En ik hoop dat het zo snel mogelijk dat ze weer gaan en dat ik dan wel mee mag. Ja. Wanneer ga jij weer naar Indonesië? Ik ga in de zomer, ik ga 26 juni vertrek ik naar Indonesië. Of vertrek ik eerst naar Bangkok en dan ben ik daar 3 dagen. En dan vlieg ik naar Indonesië voor 9 dagen en heb ik voetbalclinics. En dan ben ik in Indonesië, dus ik heb er heel veel zin in. En met wie ga je? En ga je nog meer doen dan clinics? Ik ga met mijn vader en mijn zus. En ik heb ook interviews daar. Dus het is vooral in Jakarta. En het is vooral voetbalclinics geven, kinderen blij maken. En interviews geven aan tv. Wil je tenslotte nog iets zeggen tegen de Ajax-fans in Indonesië? Hallo Indonesië, apa kabar. Selamat menyaksikan tim Ajax di Jakarta dan Bandung.